Jade, ja. Welkom. Dank je. Ik vind het heel leuk dat je er bent. Ja, ik ook. Het is seizoen 5 en ik heb je vriendje, Chio, natuurlijk al eens eerder in een eerder seizoen gehad. Ja. Dus jij kon niet ontbreken. Ik ben heel benieuwd. Zal ik gewoon de eerste vraag pakken? Ja, en dan gaan wij gewoon beginnen. Je bent al heel jong enorm bekend geworden. Kun jij wel normaal opgroeien en jezelf ontwikkelen? Nou ja, ten eerste heb ik er natuurlijk wel zelf voor gekozen om dit te doen. Dus ik heb ook altijd zoiets van, ja, als ik ermee zou willen stoppen, dan doe ik het ook. Als ik het niet leuk vind, dan kap ik ermee. Ja. Maar ik merk wel dat ik heel jong naar mijn mening volwassen ben geworden. En ik vind dat wel heel leuk, maar soms heb ik inderdaad wel zoiets van, ja, is het goed of niet? Ja. En daar ja, twijfel ik soms wel over, maar ik ben echt super blij met wat ik mag doen. En ik vind het eigenlijk ook wel echt een pluspunt, maar soms inderdaad ook wel eens iets van, ja, ben ik te volwassen voor mijn leeftijd of moet ik gewoon een stapje terugnemen? Heb je het gevoel dat je volwassen moet zijn? Nee, maar ik denk gewoon dat het zo gaat. Want soms, ik kan ook totaal niet volwassen zijn en echt de meest lompe persoon. En gewoon, ik ben echt mezelf. En ik denk dat het gewoon erin meegaat en dat het gewoon zo is gegaan. Ja, dat het denk ik ook gewoon zo hard zijn. Wat ik zo interessant vind daaraan is dat je heel jong bent. Dus je bent eigenlijk in een fase van je leven waarin je misschien wel het meest aan het ontwikkelen bent. Ja. Dan ooit. Ja. En iedereen kijkt mee. Ja. Kan ik me voorstellen dat je dan af en toe misschien bijna denkt van, oh ja, weet ik dan eigenlijk wel echt helemaal goed wie ik ben? Ja, ja, dat is inderdaad wat ik zeg. Je gaat er eigenlijk, je leeft er zo in mee en inderdaad, ik sta er mee op, ik ga er mee naar bed. En soms heb je wel, als je dan een dagje alleen bent of als ik thuis ben, dat ik dan denk, ik vind het ook wel even lekker om gewoon helemaal niks te hebben. Ook geen, ik moet zeggen, als Gio op vakantie is, ik mis hem enorm, maar soms denk ik echt, wow. Geen vlogcamera, helemaal niks. Ja, het is toch anders. Nee. En dan ga je toch misschien ja, je wel anders gedragen of zo. Of als ik met vriendinnen ben, ben ik totaal mezelf. En ik weet dat ik ook gewoon zo ben. Maar misschien voel je je toch verplicht om wel iets volwassener te zijn. Ja, want en je hebt natuurlijk echt een voorbeeldfunctie. En dat is het ook. Maar dat is natuurlijk eigenlijk bijna, want jij bent nu 17, ja. Toch? Eigenlijk natuurlijk het feit dat jij dan zegt, ik heb een voorbeeldfunctie. Het is heel dubbel. Ja, het is heel dubbel. En ik doe geen rare dingen, maar nee. Het is toch bij elke stap die je zet, denk je wel meer na. En het is heel goed, want daardoor ben je wel heel bewust van wat je doet. En ik denk dat juist als ik jonger ben of zo, misschien had ik anders wel hele andere dingen gedaan. Ja. Maar je denkt er wel veel meer over na wat je doet. Maar denk je ook niet als je straks, want je wordt dan straks 18, kan je lekker uitgaan, kan je naar clubs gaan, kan je legaal drinken. Ja. Zijn dat dan niet van die dingen dat je denkt, oh, dan wil ik gewoon helemaal mezelf kunnen zijn, lekker op stap kunnen gaan, bij wijze van een keer heel dronken de club uit kunnen lopen. Dat zijn allemaal dingen waar jij waarschijnlijk heel erg over nadenkt. En denk, dat kan niet, want als ik dat doe, sta ik vervolgens de volgende dag op internet. Ik moet zeggen, ik heb dat ook nooit echt gehad. Ik ben natuurlijk, zoals ik al zei, ja, ik was volgens mij 12 toen ik ben begonnen. Met een blog, met een website. En ja, ik heb nooit de drang gehad om echt helemaal er vanaf te gaan. Of nee, dus dat, ik denk niet dat ik dat heel erg zou missen. Oké, jij mag het kaartje pakken. Heb je ooit een vlog van mij gezien? Jawel. Jawel. Ik heb jouw format gezien. Oh, ja. Speel de Juice. Ja. Dat heb ik wel eens gezien. Oké. En ik heb wel eens, ook omdat ik natuurlijk laatst met Gio gefilmd heb, en daar hadden we ook beelden van uit zijn vlog. Dus toen, ik heb ook wel eens video's van Gio gezien, waar jij dan ook in zat. Ja. En ik volg je natuurlijk op Instagram, dus ik weet wel wat je doet. Ja. Oké. Ja. Leuk. En hoe vond je het? Leuk. Ja, ik vind, ja, dat heb ik ook wel eens tegen de mensen om me heen gezegd. Ik vind dat jij het echt te gek doet. Ja? Ja, ik vind dat je het heel goed doet. Zover ik dat natuurlijk weet. Ik weet niet elke stap die je zet. Dat snap ik. Maar ik kan wel zeggen dat ik jou een heel verfrissend, leuk nieuw gezicht vind. Oké. Okay. Jouw relatie met Gio heeft behoorlijk onder een vergrootglas gelegen. Ik denk dat dat nog steeds wel ligt, toch? Snap je dat? En hoe is dat nu? Natuurlijk begrijp ik het. Je kiest ervoor om in je leven dagelijks op internet te zetten. Dus je kan ook gaan verwachten dat mensen er wat over zeggen. Hoe het toen was, ja, het was wel heel heftig. Ik merk zelf, ja, Jill was natuurlijk meer degene die erop aangesproken werd. Maar ja, het had wel invloed op ons, dat zeker. Wat doet het dan, als je het voor jezelf spreekt, wat doet het dan met jou of deed het met jou? Nou, je gaat toch wel twijfelen aan hoe je over elkaar denkt. Want ik weet dat
Gio in dat geval degene was die het meest aangesproken werd. En ik wist hoe hij over mij dacht, maar toch denk je, ja, straks gaat hij wat zich van de reacties aantrekken of gaat hij erover twijfelen. En toch ga je dan wel aan elkaar denken van ja, hoe zit het nou echt? Hij heeft mij ook wel gezegd van ja, het doet me wel wat. Ik bedoel, hij is degene die de hele tijd pedo wordt genoemd, die met jongere meiden omgaat. Ja, als dat elke dag naar je hoofd wordt geschreven, denk ik dan zelf ook gek zou worden. Ja. Dus op een gegeven moment, ja, hij heeft ook meerdere keren tegen mij gezegd van ja, moet het wel doen? Is het, ja, wordt het niet te veel? Maar uiteindelijk, ja, je kan een week afstand van elkaar nemen, wat we ook hebben gedaan. Ja, je komt uiteindelijk toch bij elkaar terug, dus. En jij hebt niet punten gehad dat jij dan dacht van ja, het zal mij allemaal goed zijn, van laat mij lekker met rust. Ik leef ook gewoon mijn leven, dus laten we er dan mee kappen. Ja en nee, we waren ook al die tijd al beste vrienden. Dus het was niet dat we elkaar uit het niets leerden kennen en dachten van ja, we komen in elkaars leven en we gaan weer weg. We kenden elkaar al 1,5 tot 2 jaar. Dus het was niet dat ik, ja, dat ik hem nieuw leerde kennen en dat ik dacht, ja, als ik nu wegga, dan mis ik niks. Nee, het was ook gewoon een hele goede vriend van me, wat ik dan ook zou missen. Want dan, ja, ga je niet terug weer naar beste vrienden. Nee, maar dat zijn wel natuurlijk dingen van, heb je er überhaupt wel eens over nagedacht? Want ik denk dat het ergens, jouw relatie met Gio, dat dat ergens ook misschien ten goede is gekomen van het succes wat je nu hebt. Ik denk dat heel veel mensen jou, toch kunnen we dat zeggen? Dat veel mensen jou hebben leren kennen via hem ook, door zijn bereik. Ja, maar dat zeg ik ook altijd, want heel veel mensen zeggen van, ja, je hebt alles van Gio. Nou ja, toen ik hem had leren kennen, was ik beginnend YouTuber, Instagrammer. Maar ik geloof er altijd in, als je iemand niet leuk vindt, ga je iemand niet volgen. Nee. En hij heeft een soort van mij, ja, een opstapje gegeven. En wat ik er zelf mee heb gedaan, ja, dat was aan mij. En heel veel mensen vonden dat leuk. En ik denk dat, ja, ik had er ook niks mee kunnen doen. Dus ik denk toch wel dat ik dat deel wel zelf heb gedaan. En we zijn gewoon een supergoed team. En ik geloof er echt in dat het wel heeft geholpen. Maar als, ja, ik wilde het altijd al. Ja. Dus dan had ik er misschien ook wel gekomen. Leuk. Wat heb jij allemaal gestolen tijdens Expeditie Robinson? Eerlijk zijn. Nou, je lacht, dus er moet wel wat zijn. Wat heb ik allemaal gestolen tijdens Expeditie Robinson? Ja, ik kan je eerlijk zeggen, ik was gewoon heel obsessief bezig met jatten. Ja? Omdat, ik heb echt gezegd, dat klinkt dus misschien niet helemaal een goede vergelijking, maar ik snap echt op het moment dat je, als je niks hebt, of je hebt echt trek, is er niks te eten, dat je echt gekke dingen gaat doen. Nou ja, dat je gewoon dus over een sociale soort grens gaat. Dat je denkt, I don't care. Of bij wijze van, stel je voor, er ligt een pak sigaretten en die zijn van iemand. Het boeit me niet. Ik pak het. Het zal me een worst wezen of dit jouw heiligdom is. Of dit van jou is en jij hiervoor betaald hebt. Want ik heb het nu nodig. Maar dat is ook zo met eten. Dus tuurlijk, ja. Kijk, je moet voorstellen op expeditie, ik heb er 35 dagen gezeten. Ja, ik stond op met de gedachte, wat kan ik vandaag gaan stelen? Waar liggen mijn mogelijkheden vandaag om iets te jatten? Ja, dat is gewoon zo. Tuurlijk, je zit in dat spel, maar je moet ook beseffen dat je denkt daar wel over na natuurlijk. Dus je bent wel gewoon, ja, weet ik veel, je weet dat in een coolbox, daar zitten de lunch in en die worden streng bewaakt van de crew. Maar ja, je gaat er wel alles aan proberen om iets uit die coolbox te pakken. Of weet ik veel, als je... Ja, je wordt gewoon gek. Als ik er af en toe nu over terugdenk... Ik weet nog, toen de finale had gespeeld, toen had ik gewonnen. Toen kregen we wat te eten en te drinken. En toen op dat moment zelfs nog... had ik een sigaret in mijn linkerhand, een blikje bier in mijn rechterhand. En ik had overal in mijn onderbroek uit die coolbox Snickers gepakt en marsen. En toen zeiden ze, Robert, het is nu oké, je mag... Leg het maar even neer, we moeten nog foto's maken. Toen zei ik, nee. Ik zei, nee. Ik hou het allemaal hier. Ik zei, ik geef niks meer terug. Ik was zo gehersproeld, omdat ik dacht, het kan zo zijn dat zij toch straks zeggen, lever het maar in. Ik had gewoon echt een soort tik van de mode gehad. En ook s'avonds dat we uit eten gingen in een restaurant voor het eerst weer, toen het allemaal klaar was, dat ik gewoon alles wilde bestellen, maar alleen maar gewoon dacht, dat ik iemand anders alweer naar de friet zou gaan. Dat ik dacht, oh, dan moet ik ook friet pakken. Want stel je voor dat het weer op is. Het was gewoon, ik was een beetje gekkie. Maar kreeg je straf? Ben je er wel eens echt op aangesproken van, nu moet je kappen, want ze al mijn eten is weg. Okay. Je moet het gewoon stelen op het moment dat ze het niet doorhebben. Maar dan achteraf, ja, ze kunnen natuurlijk niet weten wie jij het was. Ik zou ook nooit vertellen wat ik heb gestolen.
Of ik heb gestolen, maar ik denk... Over een jaar krijg je nog een mailtje met trouwens, die Bueno die daar lag. Ja. Nee, ja, ik denk dat ik het, denk dat we het als groep goed hebben gedaan. Okay. Ja. Zou je expeditie doen? Ja, maar nog niet nu. Ik denk dat ik daar... ik leef wel gezond en ik sport wel veel, maar ik voel me gewoon nog een klein meisje die dat gewoon niet kan. Nee. Dus ik denk niet dat ik dat nu zou doen. Maar, over een paar jaar komt die vraag. Dan ja, zou ik sta je er zeker wel voor open. Ja. Leuk. Het is echt leuk. Ik zou winnen ze tweede. Nou ja, dat moet je ook nog goed voor jezelf over nadenken. Maar het heeft wel... Het heeft wat. Het heeft wat. Hou jij van experimenteren? Nee, denk ik. Nee, zoals ik net al zei, ik weet ook niet op welk vlak, maar ik ben niet heel erg iemand die gewoon zomaar iets gaat doen. Ik hou me liever gewoon of aagjes uit of drank, sigaretten, nee. Nee, ik heb niet zoiets van ik moet dat allemaal gedaan hebben voordat ik 18 ben of oh my god, nee. Maar heb je geen, niet van dat je nieuwe dingen wil proberen? Ja, maar denk ik vooral goede dingen. Ik ben wel gewoon, ik vind het leuk om nieuwe dingen te proberen of... Maar het is wel grappig, want je bent dus eigenlijk, waar we het net over hadden, je voelt je volgens mij ook wel volwassen. Voel je je 17? Nee. Nee, maar je bent met heel veel dingen heel ver. Je hebt eigenlijk natuurlijk je eigen bedrijf, je hebt je eigen business opgebouwd. Ja. Dus je bent op heel veel vlakken, maar die dingen, daar ben je dan allemaal nog... Ja, daar ben ik gewoon veel te bang voor of zo. Ik weet niet, ik zou ook nooit... Nee, nieuwe dingen of dingen dat niet mag, dan ben ik altijd, nee, niet doen, niet doen. Kom, zal ik zeggen, nee, ik ga echt naar huis hoor, anders... Nee, dat durf ik echt niet. Daar ben ik echt veel te... En misschien dat het nog komt. Ja, je bent natuurlijk ook, ja. Ja, ik ben pas 17. Ja. Nee, dus ik ben niet heel... Ik zou het wel leuk vinden. Ik ben wel bijvoorbeeld... Ik zei tegen heel veel dingen nee. Ik weet dat als ik met Gio ben, hij vindt enge dingen doen heel erg leuk. Of bungee jumpen, skydiven, dat wil hij van alles doen. Ik zei altijd nee. Ja, op een gegeven moment ging ik nadenken. Ik denk, ik ben echt zo'n meisje die tegen alles nee zegt. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet degene zijn die bang is voor alles. Of, oh, zullen we... Ja, toen in Kaapstad zou hij met haaien gaan zwemmen. Ik zeg, dat ga ik niet doen. Nou, en dan denk ik, dan hoor ik mij alweer zeggen van, nee, dat doe ik niet. Nee. Dat vind ik vreselijk. Dat wil ik helemaal niet. Dus toen toch gedaan of over... Ja, ik heb nu wel gezegd, ik wil veel sneller ja zeggen tegen dingen. Gewoon, doe het gewoon. Ja. Ik wil zeggen, je gaat er echt niet dood aan. Ja, misschien wel, maar... Nee, ik wil gewoon sneller gekke dingen doen. Hoe woke ben jij? Ik vind het altijd heel lastig wat nou precies het woord woke inhoudt. In de zin van, kan je dat zeggen wat het precies inhoudt? Ik wilde echt net vragen, wat versta je onder woke? Nou, ik denk dat wat voor mij het dan, hoe ik het dan interpreteer of wat het dan voor mij betekent, is dat je gewoon heel, je heel erg hebt verdiept in verschillende aspecten, bijvoorbeeld racisme. Ik denk dat ik ook nog soms dingen moet leren. Of dat ik dingen niet begrijp of dingen verkeerd zeg. Maar ik denk wel dat ik me daar in de afgelopen 2 jaar, zeker 2, 3, 4 jaar, wel heel erg in heb verdiept over dat ik bepaalde dingen wilde begrijpen. Qua waar mensen vandaan kwamen, bijvoorbeeld die het niet eens waren met die tegen Zwarte Piet waren. Maar ook de mensen die daar dan wel voorstander van waren. Dat ik dacht, oh ja, dat ik me daarover ging inlezen. Ja, je klinkt wel oprecht alsof je er wel mee bezig bent. Ja, ben ik ook wel, omdat ik het echt belangrijk vind. Ook omdat ik echt letterlijk vrienden heb vanuit alle soorten hoeken, maten, kleuren, geaardheden. Gewoon alles. Ik ben zelf gay. Ik vind het wel belangrijk om me erin te verdiepen en om me ermee bezig te houden. Als ik het aan jou zou vragen? Nou, ik moet zeggen inderdaad wat jij ook zei. Ik probeer wel echt van veel kanten bekijken, maar... Ja, ik moet sowieso nog heel veel leren en ik zal sowieso nog de komende jaren heel veel fouten maken. Ja. Maar ik vind dat wel belangrijk. En ik denk dat ook zeker is, ook iets is waar ik wel aan wil werken of zo. Ik wil ook, ja, met bereik of zo wil ik me gewoon over dingen uit kunnen spreken. Maar ik ben daar heel voorzichtig in, omdat ik niet de verkeerde dingen wil zeggen. Is dat dan die cancel culture waar we het nu over hebben? Ja. Ben je daar bang voor? Ja. Nou, niet bang voor, maar heel oplettend. En ik wil gewoon niet dat dingen... verkeerd opgevat worden, wat ik helemaal niet zo bedoel, want ik weet dat ik zelf snel kan ratelen of dingen eruit kan gooien of dingen verkeerd misschien overkomen. En wat zijn dan voor jou dingen die jij belangrijk vindt om uit te dragen op je social media? Ja, vooral de dingen waar je gewoon zelf heel blij van wordt. En ik denk dat dat ook is
wat ik zelf nu erg doe en dat wil ik gewoon ook heel erg overbrengen. En dat hoeft niet op mijn leeftijd, dat kan ook als je 30 bent. Maar uiteindelijk is het wel gewoon leuk om te doen waar je zelf heel gelukkig van wordt. En voor de rest vind ik het ook heel erg leuk om de laatste tijd ook meer te delen over body positivity. Maar dat is, vind ik ook nog steeds een beetje lastig, omdat ik vind mezelf niet te dik, te dun. Of ja, ik heb aan de ene kant wel gestruggeld met mijn lichaam, maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van ja, soms voel ik me er ook niet de beste persoon voor me te doen. Maar ik vind dat wel heel belangrijk en ik merk dat ik de laatste tijd ook wel heel positieve reacties op krijg. En ik vind het zelf ook heel fijn om dat te delen. Ben je blij met je lichaam? Ja, op dit moment wel. Ja. En waarom vind je het dan toch spannend om dat dan te delen? Nou, omdat ik ook momenten heb. Kijk, als ik 's ochtends opsta, iedereen kent dit. Je staat op, je denkt, oh my god, ik ben zo skinny en morning skinny. En dan ga je naar bed en denk je, zo, mijn broek gaat weer open. Ik krijg hem niet meer dicht. Ja. En dan wil ik ook dat soort dingen delen. En dan comment ik een foto dat mijn buik is opgezet. Post ik een foto dat mijn buik is opgezet. En dan krijg ik daar dingen op van, nou, hier maak je me nog meer meiden onzeker mee. Want zo ben ik alsnog niet. En dan denk ik wel, ja, moet ik er dan mee kappen? Of moet ik het alsnog doen? Want er zijn gelukkig heel veel meiden die het ook fijn vinden. Maar op dat moment, ja, twijfel je dan wel van, ja, maak ik er meiden onzeker mee? Maar ja, er zullen ook genoeg meiden zijn die het wel herkennen en die wel ook mijn lichaam, ja, hebben. Want je zei van, ik ben nu, vandaag de dag, ben je blij, ja, met hoe je eruit ziet. Heb je daar in het verleden dan wel mee gestruggeld? Nou, ik was altijd heel slank. Ik zat altijd te turnen en ik had wel een soort van sixpack, maar ik was wel heel dun. En ik weet dat ik altijd wel probeerde aan te komen. En toen op een gegeven moment kwam corona en toen zat ik binnen en toen dacht ik opeens, dat is wel heel snel gegaan. En toen dacht ik, ja, nu moet ik weer gaan afvallen. Dus daar heb ik misschien een beetje tussen gezeten. Maar ik weet dat, ja, vroeger was ik wel echt de dunste van iedereen. En ik had geen vorm, niks. Ik was echt gewoon heel mager. En ik denk dat ik toen wel probeerde meer aan te komen. En toen ik meer was aangekomen, dat ik toen dacht, ja, dit is ook niet wat ik wil. Nee. Maar ja, ik kan wel zeggen dat ik nu wel gewoon blij ben met mijn lichaam. Natuurlijk, ik heb ook nog steeds sommige dagen dat ik denk, nou, ik kan wel even naar de sportschool gaan. Of, oh, ik zou juist wat meer willen eten. Maar ik denk dat dat ook wel... Ja, het is uiteindelijk, maar je hebt uiteindelijk wel voor jezelf gelukkig, want dat hoor je natuurlijk bij heel veel jonge meiden nu, wel een gezonde relatie met zowel voeding als met, ja, met je eigen lichaam. Ja. Je hebt de afgelopen jaren al veel haat gekregen. Hoe ga jij hier mee om? Ja, zoals ik net al zei, ik sta sterk in mijn schoenen, dus ik ga daar eigenlijk... Ja, ik weet niet wat goed en wat slecht is, maar ik trek me er niet heel veel mee aan. Maar soms is bij mij ook wel de emmer vol. En wat gebeurt er dan? Nou, ik heb echt laatst voor het eerst, nou, ik denk dat het 2 maanden geleden was, heb ik voor het eerst echt dat Gio lag op bed en ik was beneden. En toen ben ik gewoon naar boven gegaan en toen begon ik gewoon te huilen. Toen zei ik, ja, ik snap het niet meer. Ik kan niks goed doen. En toen dacht ik wel van, ja, ik weet niet. Maar het was even een moment. Heb je dat gevoel soms? Ja. Zeker, ja. Mijn baan is heel anders dan de rest en dat zou jij waarschijnlijk ook hebben, maar je steekt er echt alle tijd en moeite in. En zoals ik al zei, ja, je staat 24/7 aan en je moet overal op letten en je staat altijd onder de loep. Dus het is heel anders, maar ik denk gewoon dat het veel meer mentaal is. En dat daar misschien meer de zwaardere kant zit, maar ja, over het algemeen vind ik het gewoon heel erg leuk en ben ik heel erg blij dat ik dit als werk kan hebben. Ik heb de laatste tijd wel het idee gehad dat er, maar ook misschien op jullie als koppel samen gewoon, dat er de laatste tijd best wel wat dingen waren waar mensen dan... Oh ja, dat ook zeker. Ja, sowieso op onze relatie blijven er dingen komen en dat zal altijd zo zijn. Of misschien als ik 18 ben is het opeens voorbij. Maar ja, dat ook altijd wel. Ja, het raakt je wel, maar ik weet er wel mee om te gaan. Laatst zag ik bijvoorbeeld iets dat er dan, er was dan een filmpje uitgelekt waarin Gio met een meisje lachgasballonnen zat te doen. Ja. En de volgende dag word jij volgens mij daar ook een soort van, ja, op aangesproken. Ja, zeker. Dat gaat dan, het zijn natuurlijk niet 10 mensen op dat moment die dat sturen. Nee. Dat heb je het over duizenden. Ik zag dat iemand dat filmpje had gepost. Dus in eerste instantie wil je Gio beschermen. En ik kende die meid, dus daar maak ik me verder niet druk om. Maar ik wil hem beschermen en ik stuur gelijk van, oké, iemand moet dat filmpje eraf halen, want het is niet slim. Nee. Je bent ook jong, je, nou ja, niet doe wat je wilt, maar iedereen maakt fouten. Maar dit moet eraf. Ja. Nou ja, dat gebeurt niet. Dus ik ging weer slapen en ik word wakker. En heel mijn DM staat vol met Gio gaat vreemd. En hij zit met een andere chick. En dit en dat is gebeurd. En mensen willen alles kapot maken. En dat is nou eenmaal zo.
En ik denk dat dat ook wel een groot deel is wat mij wel raakt. Maar dat is, ja, ik denk gewoon een deel misgunnen of iets kapot willen maken. Ik denk dat het ook wel goed is om gewoon te zeggen, iedereen blijft een mens toch? Niemand zou 100% een muur voor zich hebben. Nee. Nee, en ik denk wat het enige wat ik er nog over wil zeggen is, denk dat je ook gewoon daarin, maar dat ben je volgens mij ook wel, maar ook dat je gewoon, dat vind ik namelijk echt, dat je ook echt ongelooflijk trots mag zijn. Omdat ik denk van, dan lees ik bijvoorbeeld dat er kritiek is op dat je een huis kan kopen, ja, terwijl je zo jong bent, dan denk ik alleen maar, good for you. Omdat ik echt denk van, daar heb je voor gewerkt, dat heb je ze zelf gedaan. Enjoy it. Ja, nee, dat is het ook zeker. Maar inderdaad, daarom denk je soms wel van, ja, ik ben heel trots op mezelf, maar kan ik het ook zijn of doe ik alleen maar dingen verkeerd? Want ook inderdaad, als ik een dat is inderdaad wat je bedoelt en dat, ik wilde het net ook wel zeggen. Als je dat soort dingen zegt, dan denk je alleen maar, ja, wat zullen ze er nu alweer over zeggen? Want ik was toen in een video met Gio, hadden het erover, dat ik een dat ik aan het zoeken was naar een huis. En toen hadden we het erover, ja, wat we bij een makelaar hebben aangegeven, waar ze naar op zoek gaan voor ons. En wat ik heel erg mooi vind, waar we naar op zoek zijn. Nou, toen heb ik bijvoorbeeld aangegeven hoe groot ik wil zijn dat mijn huis is. En toen zei ik volgens mij iets van 150 vierkante meter minimaal. Nou, dan krijgen we kritiek overheen. Is als te klein daaronder? Ja, ja, en dan denk ik, hoe? Mag ik dan ook niet, ja, ik weet niet. Moet je dan dat soort dingen voor jezelf gaan houden? Ik ben heel open. Dus zeg ik dat soort dingen ook. En ik heb nooit gezegd dat alles kleiner verkeerd is. Maar als ik naar een huis ga zoeken en ik neem iedereen daarin mee, dan vind ik het ook leuk om te zeggen, daarnaar ben ik op zoek. Ik vind beige kleuren leuk. Ja, dat, ja, laten we zeggen, in het tv-programma zeggen ze het ook. Ja, en ik denk ook, en uiteindelijk heb je toch, je bent toch iets aan het doen van het geld wat je zelf hebt verdiend. Ja, ja, dat sowieso. Wat zijn mentale of fysieke problemen waar jij soms tegenaan loopt? Ik moet heel hard sporten om echt mijn lijf soort van fysiek oké te houden. En dat bedoel ik niet qua uiterlijk, maar echt qua rugklachten, qua alles. Ik heb echt soms het idee dat ik een lijf van een 48-jarige man al heb. Dus dat, ik was de laatste week weg voor de bruiloft van mijn zus. Een week niet gesport of één keertje zo half 's ochtends. En dan die 2 weken daarna is het echt killing. Dan doet alles echt pijn in mijn rug. En heb ik overal last van, slaap ik slecht. En dan sta ik ook echt zo, gewoon echt een beetje zo afwijking naar rechts. Dat is heel erg. Je zou het niet zien op straat, maar als ik voor de spiegel sta, zie ik gewoon dat ik een soort van, soort toren van Pisa ben. Ja, en mentaal, ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik nog nooit, als in het afgelopen jaar misschien, nog nooit daar zoveel mee gestruggeld heb. Ik was altijd gewoon een soort van, echt een flatliner van iedereen, dat weet ook iedereen om me heen, van ik ben gewoon altijd happy, blij, gezellig. Ik had ook echt oprecht nooit echt dat ik dacht een kutdag of zo. Tuurlijk heb je wel eens een kutdag, maar wel of dat ik echt wel over dingen kon inzetten. Maar ik was gewoon, ik kon dat dan ook heel snel weer laten gaan of zo. En ik denk wel dat ik het afgelopen jaar daar wel heel erg veel meer mee gestruggeld heb dan voorheen. Dat ik in plaats van dat ik soms een halve middag had waar ik me dan even kloten of down over iets kon zijn, dat dan echt soms anderhalve week was of zo. En het is heel gek hoe dat bij mij ook werkt, want ik kan op het ene moment dat dan ook heel makkelijk weer uitzetten. Dan denk ik, oh, het is vrijdag, ik ga leuke dingen doen of zo. Maar ik merkte toen in die tijd, en dat gelukkig nu niet meer, maar ik leefde echt soort van heel erg naar de vrijdag toe, want ik dacht, ja, dan begint gewoon de gezelligheid en dan kan ik met vrienden zijn of zo. Maar door de week vond ik het dan heel moeilijk om mijn week op een goede manier door te komen of zo. Okay. Het komt er gewoon op neer dat ik wel af en toe merkte van, oh ja, ik snap nu waar soms mensen vandaan komen als ze zeggen van, ik zit er even gewoon momenteel niet zo lekker in. Ja. Dat snap ik. Okay. Maar ik kan zeggen dat ik inmiddels vandaag de dag, dat het heel goed met me gaat. Fijn. En dat ik blij ben. Ja, ja. Mooi. Wow. Hoe zie jij jouw toekomst op privé- en werkgebied? Ik zou uiteindelijk heel graag willen presenteren. Dat vind ik heel erg leuk en daarom ben ik zelf ook al op mijn YouTube-kanaal bezig met Spill the Juice, waarin ik ook wel een beetje die rol aanneem. Dat ik dat gewoon heel erg leuk vind en ik hoor ook van mensen om me heen dat, ja, dat ze het ook wel bij me vinden passen of dat ik het ook wel zou kunnen. Dus dat motiveert me ook wel en ik denk dat ik daar heel blij van ga worden. En in privé, ja, ik ben nog jong, maar ik heb wel al een kinderwens, nog niet, maar ik zou wel het leuk vinden om vroeg of jong moeder te worden. Want je moet me even helpen, maar kan het zijn dat ik hier laatst iets over las? Ja, nou, ik misschien hebben we het over hetzelfde, maar. Nou, ik dacht dat ik laatst iets las dat jullie daar het over hadden samen. Of daarmee bezig nee, over nadenken. Nee, dat was ook weer een roddel waarschijnlijk.
Oh. Dat ik had dat in mijn story gezet over een menstruatieding. Die lees zeg maar wanneer je vruchtbaar bent of zo. Maar eigenlijk is dat gewoon een alternatief voor anticonceptie. En ik wilde juist nemen om niet zwanger te worden. En de roddel ging weer rond dat ik daardoor juist zwanger wilde worden. Okay. Dus nee, nog niet. Voorlopig nog niet. Maar ik zie wel mezelf als het allemaal kan en mag. Zou ik wel graag jongmoeder willen worden als in begin 20. Dus 22 of zo. Zoiets. Lijkt me wel heel leuk. Ja. Het liefst dus ook wel een huis in het buitenland. Maar dat is meer omdat we houden gewoon heel erg van reizen. En vinden het heel erg leuk om dingen te doen. Maar dagen in Nederland is gewoon soms lastig. Ook voor de vlogs. Wonen jullie nu een soort samen ook? Ja. Ja. Jouw vaste basis is gewoon met hem. Ja. Ja. En dat is nu denk ik een halfjaartje zo. Gaat dat goed? Ja, best wel. Ja, daarom kijk ik er ook naar uit dat ik wel zelf kan autorijden. Omdat ik soms hebben we wel gewoon dat we zoiets hebben van oké, even afstand. En dat merken we dan ook wel. En dan heb ik ook wel zoiets van oké, misschien moet ik even wat anders gaan doen. Maar we geven het niet per se aan, maar ik denk dat we wel gewoon goed aanvoelen. En daardoor denk ik ook wel dat onze relatie misschien nog gezonder gaat worden als ik zelf kan gaan doen wat ik wil. En inderdaad, ik zelf gewoon zeg van ik ga even weg. En nu is meestal hij degene die zegt ik ga even weg, omdat ik niet heel ver. Nee, heel mooi. Ik kan op de fiets stappen. Ja, nee, precies. En mijn ouders wonen echt een uur en een kwartier bij mij vandaan. Dus ja. Het is ook niet om de hoek. Nee. Heb je al een auto op het oog? Ja. Maar je hebt er echt al eentje gekocht? Ja. Dus echt, die krijg ik ook echt op mijn verjaardag kan ik hem ophalen. Nou, heb je al gedeeld wat voor auto je hebt gekocht? Nee. Dus dat is nog helemaal een secret. Ja, ik ben echt verliefd op de auto. Dus ja? Ik kan ook echt niet wachten. Dus het ziet er allemaal voor nu allemaal heel goed en mooi voor je uit. Ja. Ik kijk echt uit naar de toekomst. Mooie afsluiter. Ja. Mag ik je enorm bedanken? Nou, ik wil jou bedanken. Ik vond het heel leuk. En ik zou echt alleen maar tegen je willen zeggen dat dat ik echt vind dat je heel trots op jezelf mag zijn. En dat je, hoe jong je bent, dat je het heel goed doet. Dank je. Nou, jij ook. Ik ben echt, echt heel blij dat je me hebt uitgenodigd. Ik vind laatste seizoen. Ik ben favorite. Thanks. Dank je wel. Jij bedankt.